elke extra envelop die de kandidaat opent. Jezelf, vertrouwen in elkaar. Gedroeg zich zo gek en zo dubbel en ook zo nadenkend de hele tijd. Zo strategisch in mijn ogen. Ik had niet gedacht dat hij als eerste eruit zou vliegen. Hé hey Wout, ga je met me mee? Ja, zeker. Wacht, hou. Bedankt allemaal. Ewout kreeg een rood scherm. Dat is jammer, want het was een ontzettend leuke kandidaat. Dankjewel, Kees. Okay. Echt kut. Ja. Neem ik serieus. Ik voelde me daarbij toch ook wel een klein beetje schuldig. Weet je, want ja, ik was toch degene die niet de vrijstelling in het juiste bakje had gelegd. Waardoor Ewout uiteindelijk naar huis werd gestuurd. Fijne terugreis. Ja. Dankjewel. Dankjewel dat je er was. Doei. Ja, doei. Dankjewel. Ewout. Ja. Als eerste eruit. Het is balen. Hoe kan dat nou? Te veel gefocust, toch? Op één persoon. Vier mensen uit jouw groepje hadden een vrijstelling. Ja. Jij niet? Ik had moeten springen. Dat zou me nog lang bijblijven. Als ik was gesprongen, dan was er niks aan de hand geweest. Ja. Kees heeft me toch anders ingeschat. Of ik ons vertrouwen ingeschat. Neem je het Kees kwalijk? Nee, ik neem het Kees niet kwalijk. De mol is eruit, hoorde ik iemand zeggen. Ja, ik heb er wel zo verdacht. Ja, niet goed. Wat voor gevoel ga je nu naar huis? Nou, wel heel teleurgesteld. Ja, ik had het wel heel erg naar mijn zin. Ik had er nog wel even willen blijven. Het was je gegund. Dankjewel, Art. Dankjewel dat je er was. Een goede reis naar huis. Dankjewel.